Eén ding kan je wel doen. Altijd. Maakt niet uit welke leeftijd je bent. Is een keuze maken. Allerbelangrijkste vind ik, denk ik, wat je als mens kan doen. Zijn jullie bereid om tot het gaatje te gaan dat je dus over 10 jaar nog in de hotellerie zit? Natuurlijk zeg je nu ja. Want anders begin je er niet aan. Maar je moet je wel realiseren dat het traject lastig is. Het is hartstikke leuk. Ik heb het 40 jaar gedaan. En ik zit nu nog een beetje met het en al dat soort dingen in dat hele traject. Het is geweldig. Het is enig. Het is ook heel leuk om te doen. Je moet alleen die eerste jaren investeren, moet je niet opgeven. Doe het alsjeblieft niet. Ik praat veel met hulpverleners uit de jeugdzorg. Er is, zoals jullie waarschijnlijk weten, een groot tekort op dit moment aan hulpverleners. En voor mij zijn de hulpverleners in de jeugdzorg ontzettend belangrijke mensen. Het zijn ook echt een beetje mijn helden. Geen hoofdkantoor, dus hè, niet die lagen met bagger, maar gewoon de werkvloer. Dat zijn de ogen en de oren naar de markt en waarderen ze ook op dat gebied. Platte lijn, platte organisatie. Tweede is geen ervaring. Of in ieder geval doen alsof je geen ervaring hebt, denken ze even volkomen blank, zonder bagage. En de derde, geen gezond verstand. En ik denk als ondernemers deze 3 factoren hebben, dan komt het echt helemaal goed. We zijn een lui volk. We zijn zo door en door volgevreten. Daarom is die recessie is echt fantastisch dat die nu over ons heen daalt. Want ik hoop dat die decadentie een keer stopt. Dit is toch het enige land in de wereld waar mensen om 3 uur 's middags al in de file staan om naar huis te gaan. Nou, alsjeblieft jongens, kom erop, depressie. Je moet een goed idee hebben. Iets durven te maken wat nog nooit gemaakt is. Dwars zijn, tegendraads, dus een eigen onderneming starten die nog niet bestaat. Dus als je niet durft te falen, kun je natuurlijk ook nooit succes hebben. Het is een vak waarin als jij zelf de wereld in wilt trekken, los van de duurzame gedachte, je allereerst ook begint gewoon bij het onderzoek van jezelf. Als jij avontuur, door je talen te kunnen leren spreken, in contact willen komen met andere mensen, andere vormen van rijkdom wil leren kennen, dan is dit denk ik een heel goed vak voor je.